Stijn, zijn we getuige van een sensatie van een stunt geweest? Nou, ik denk in ieder geval wel van een mentaal weerbare ploeg. Dus dat is heel belangrijk. Je komt 1-0 achter en dan denk je dat United eigenlijk de controle heeft. En dan maak je uit de corner 1-1. En dan zie je toch de veerkracht bij ons. Ik denk een fantastische 2-1 met een mooie voorzet en een goed afgemaakt. Ja, dan wordt het werken met z'n allen. Dat hebben we gedaan. En dan moet je denk ik iets zuiniger zijn op de bal als je hem hebt. We geven hem te makkelijk weg, waardoor ze te veel druk kunnen creëren. Ja, dat is ook weer een leermoment. Hè. Dat heeft ook te maken met dat zij de druk vooruit zetten, dus je krijgt bijna geen tijd. Maar ik moet een compliment maken aan de hele ploeg. Ja, ik ook bij deze. Jammer, we kunnen er allerlei tactische analyses op loslaten, maar het was toch vooral bloed, zweet en tranen, met name die tweede helft. Ja, maar daar gaat het ook om. Je weet dat je veel kwaliteit tegenover je hebt en dat je bij vlagen moeilijk kunt hebben. Ja, dan moet je compenseren met werklust en teamgeest. En dat hebben we vanavond gedaan. Dus ik denk petje af voor de hele groep. Ja, wat dacht jij toen je er halverwege de tweede helft in kwam? Ja, hier heb ik zo lang voor gewerkt. Komt wel weer de adrenaline en het gevoel los dat je er weer echt bij hoort. Ja, kunnen we dit de Stijn Schaars rol noemen? In principe niet bij de eerste elf, maar als de ploeg je nodig heeft, en dat kan dit seizoen best vaak gebeuren, dan sta je er. Of heb je nog iets meer ambitie? Ik heb meer ambitie, ja. Ambitie heb ik meer, maar voorlopig is dit mijn rol, ja. Maar mijn ambitie is om wel weer echt erin te komen, ja. Ja, ik zag jullie als absolute underdog in de groep, in de Champions League. Vanavond misschien nog steeds, maar het perspectief is ineens wel anders, hè? Nou, kijk, als je dit in andere wedstrijden ook kunt brengen en je kunt jezelf ontwikkelen en zorgen dat je iets meer de bal in de ploeg houdt op het moment dat we een counter kunnen plaatsen. Dus niet altijd gelijk voor de dieptepaas gaan. Dus ja, dan denk ik dat je altijd kans hebt, want we hebben gewoon veel snelheid, we hebben vermogen om goals te maken. Maar je moet niet onderschatten dat die andere ploegen natuurlijk ook gewoon heel sterk zijn. Dus we moeten nou niet in één keer gaan doen alsof we de favoriet zijn. Maar we hebben een goede beurt gemaakt vanavond. Een goede beurt, een hele goede beurt. Jullie verslaan van de Manchester United. Ik moet nog steeds even in mijn arm knijpen. Ja, het is de realiteit.